Ik ben lekker bezig. Dan gaat ze me kietelen, dat is zo grappig. Kribbelt, hè? Maar het slakkiehuisje is ook wel heel mooi. Spoor van slijm. Maak nou een foto aan. Nee, ik ben nou aan het filmen. Oh. Mooie toch? Ja. Nou dan. Het is wel heel mooi, hè? Ja, niet zo dichtbij komen. Niet bekijkt met de lens. Ik kom al naar jou toe. Ik vind het de mooiste slak ter wereld. Ik heb nog nooit zo'n mooie slak gezien, hè? Kan dat ook geluid opnemen? Ja, die neemt nou. Wat jij nou zegt, dat neemt die op. Oké. Ik heb nog nooit zo'n rare hand gezien met een slak aan. Ja, dat is toch grappig. Maar die slak, die is eigenlijk dat huisje. Misschien voorzichtig, waren die hè? Andere voorzichtig. Huisjes misschien wel zijn familie. Wie weet. Maar ja. Dat was een ander soort familie, want die waren anders gekleurd. Hè? Die waren meer bruin met wit, hè? Ja, maar ik heb ook wel zo een gevonden. Dus... deze slak is echt wel de enige slak die ik hier heb gevonden. Hij gaat niet aan zijn voelsprieten komen, daar is hij heel gevoelig voor. Niet doen. Dat doet pijn. Zijn dat zijn oren? Nee, dat zijn zijn voelsprieten. Is dat zijn handen? Nou, dat zijn zeg maar zijn neus en zijn mond. Oh, dus en zijn ogen en zijn oren. Die dingen die erop zitten, ja? die zijn zijn ogen. Ja, dat zijn ze. Heel gevoelig zijn die. Hij wil in mijn mouw kruipen. Ja, hij denkt dat is het lekker warm. Ga dan maar lekker naar binnen. Nee, niet in mijn mouw kruipen, alsjeblieft. Ik ben heel gevoelig, hoor. Nou kan hij er even op. Zo, nou zie je hem ook eens van de andere kant, het huisje. Kijk, hoe hij dat doet. Het is wel geweldig, hoor. Ja. Dit is het eerste lakje die ik heb gewonnen. Ik heb al andere gevonden. Kijk, daar gaat het huisje weer terug. Nou, wel mooi hoor, hoe die dat doet. Ik zou het niet kunnen. Nee, ik ook niet. Als ik van zijn familie was, dan zou ik zeker vragen hoe die dat doet. Dat is echt mooi, hè? Ja. Hij ziet er zo leuk uit. Hé, hey, slakkie. Leuk jasje. Ja. Leuk hoor. Hij kan ze lang maken. Gaat hij nou op je andere hand? Wil hij nou je andere hand eens voelen? Ja. Nee. Maar dat is de hand waar hij in mijn mouw gekrepen is. Kijk. Oh ja. Helemaal slijm. Moet je dadelijk wel goed je handen wassen, meis? Ja. Jij durft het niet om dit vast te houden, toch? Jawel. Nu gaat hij niet in mijn mouw, maar op mijn mouw. Juist. Ik zie heel lief. Flappy, heb ik jou al gezegd dat je een mooi jasje had? Heet die Flappy? Slakkie. Een slakkie. Ja, slakkie. Ik verstond je Flappy. Ik denk dat was toch een konijntje, hè, Flappy? Dat was geen slakkie, hè? Het is om naar te kijken. Het is zo lief. Het is een beetje... Het is een beetje... Mooi hoor. Ja. Ik vind hem ook heel gezellig dat hij er is. Oeps. Deed hij dat zelf? Ja.
Ja. Maar laat het huisje, deze komt vanzelf weer op zijn pootjes terecht hoor. Weet ik. Dat is ook heel goed. Laat maar gaan. Kijk, daar gaat het huisje weer terug. Omdat hij gaat buigen. Omdat hij ja, geweldig buigt. Hoor. Ja. Ja, je ziet het wel eens op natuurfilms, maar nooit in het echt, hè? Nee. Ik zie het nooit in het echt. En nou zien we het echt in het echt. Ja. Op de tv is het niet in het echt. Dit is echt echt. Ja. Het is echt echt echt. Mhm. Ik ben blij dat ik buiten ben. Mm-hmm. Zie je nou? En ik mag zeggen, kom naar buiten. Nee, we hebben geen zin om naar buiten te gaan. Dan zie je ook eens wat voor moois je buiten tegenkomt, hè? Ja, heel mooi. Super mooi.